Er is nu meer dan één positieve COVID-geval in Suriname. Dit is vanmiddag bekendgemaakt op de dagelijkse persconferentie van de overheid over het COVID-19-virus. Cleopatra Jesseren, directeur Volksgezondheid, zegt dat er nog twee gevallen erbij zijn. Een van de patiënten is in Nederland positief getest, terwijl de andere patiënt na terugkomst vanuit Nederland positief getest is. Jesseren zegt verder dat de persoon die uit Nederland komt nu op de intensive care van het Sint-Vincentius ziekenhuis is opgenomen. Verder wordt er van 6 suspect cases de labresultaten afgewacht. Indien deze personen ook positief getest worden op COVID-19, zullen hun contactpersonen volgens protocol ook verder weer worden opgespoord door het BOG. Het voordeel hierbij is wel dat deze personen heel vroeg in quarantaine zijn geplaatst, de personen die we nu testen, waardoor hun aantal contactpersonen ook minim is. De patiënten zullen worden ondergebracht in de isolatieruimte van het Wanica ziekenhuis als dat nodig is. Ze zijn voorlopig niet ernstig ziek. En waar de nodige middelen voor ondersteuning van behandeling voor de COVID-19 patiënten beschikbaar zijn. Jesseren riep verder de Surinaamse samenleving op om niet in paniek te raken. Ook vraagt zij dat wij het werk van de gezondheidswerkers niet moeilijker maken dan het al is. Momenteel is er voldoende personal protective equipment voor onze gezondheidswerkers. Maar dat gaat opraken. Dus het ministerie van Volksgezondheid is ook niet stil blijven zitten. Maar ook gezamenlijk in het totaal management team worden alle efforts gedaan om zo spoedig mogelijk genoeg PPE's binnen te krijgen. Ik vraag daarom nogmaals, te krijgen vandaag op straat, en ik zie mensen met die N95 maskers die wij zo nodig hebben om onze zorgverleners de nodige bescherming te geven om COVID-19 patiënten te kunnen behandelen. Dat is ook een hele mooie boodschap. Ik heb vandaag gevraagd aan de PR als ze het kunnen vertalen of een Surinaamse versie ervan kunnen maken. En dat is een ode aan onze zorgverleners die nu eenmaal 24 uur werken om uw gezondheid zoveel als mogelijk te garanderen. En dat was een hele mooie post met erop: wij zijn hier voor u. En dan zie je in de intensive care unit heel wat artsen, verpleegkundigen. En de vraag is, met bordjes houden ze dat op: wij zijn hier voor u. En wij vragen u om voor ons thuis te blijven. Cleopatra Jesseren, directeur van Volksgezondheid. Zij sprak vandaag op de dagelijkse persconferentie van de regering over het COVID-19-virus. Er zijn nu 3 positieve COVID-19 gevallen in Suriname. Voorts drukte zij de samenleving op het hart geen spot te drijven met dit virus, omdat het toch heel gevaarlijk kan zijn.